Leuk dat je kijkt naar Vrijmierbeurs nummer 6, een wekelijkse videoserie op elke vrijdagmiddag waarin we gaan kijken naar het meest belangrijke, het meest interessante nieuws van de afgelopen week. Ooit gaan we ook kijken een week vooruit, wat kunnen we verwachten. In ieder geval, in deze video heb ik we weer drie onderwerpen geselecteerd die ik wil gaan bespreken. met als eerste Tesla de Kiria. Nummer 2 natuurlijk, de presidentsverkiezingen in Amerika, waar het al de hele week over gaat. En tenslotte ook de bankrekening van de Giro, of eigenlijk van FedEx. Als je klant bent bij de Giro, moet je eigenlijk in de komende weken een bankrekening openen. Wat dat inhoudt en hoe je dat moet doen, dat gaan we bekijken in deze video. Dus laten we beginnen. Dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. In deze video gaan we dus kijken naar eigenlijk het meest interessante, het meest belangrijke nieuws van de afgelopen week. En laten we zoals ik eerder al zei, beginnen met Tesla Tequila, terwijl ik ondertussen even mijn scherm deel. En dat is eigenlijk iets wat in 2018 begonnen is. Uh, op 1 april. Toen plaatste Elon Musk een tweet, zoals hij wel vaker doet. En ook deze werd uh, ja, redelijk goed ooit ontvangen voor de mensen die door hadden dat het 1 april was en een stuk minder goed ontvangen voor de mensen die het niet door hadden heeft zeker uh, ik weet niet of het eigenlijk um, effect had op de koers maar het kan het zeker hebben want hij zegt eigenlijk ja ondanks dat we ons uh, ja, heel erg goed ons best hebben gedaan en geld hebben proberen op te halen um, zijn is ja tesla gewoon failliet is bankrupt is bankrupt zo moet ik het zeggen en um, zo plaatst hij nog meer tweets uh, met iets meer uitleg over wat voor dingen. En hij zegt dan, uh, ja, Elon Musk was found, passed out... Uh, against the Tesla Model 3, surrounded by Tesla-Kia bottles. Oftewel, hij zou dan be bewusteloos zijn gevonden tegen Model 3 aan... met uh, heel veel tequila om hem heen... Um, om, dit, ja, om dit verdriet eigenlijk te verwerken dat Tesla fiet is gegaan. Maar zo is het in ieder geval dus begonnen. En inmiddels zijn we dus uh, een paar jaar verder. En uh, wat zien we op de website van Tesla... Tesla tequila, uh, we zien alleen helaas ook dat ten eerste het niet in Nederland verkrijgbaar is. Het is alleen in Amerika. Gaan we nou naar de shop toe, zul je echter ook zien als we hem hier aanklikken dat het inmiddels uh, out of stock is. Oftewel, het is al uitverkocht. Een fles kostte 250 dollar en je kon er maximaal twee bestellen. Um, heel veel mensen hebben dus al besteld waarschijnlijk, een, een beperkte oplage uh, maar zo zien we vaker artikelen. De Tesla Short Shorts. De Not a Flamethrower hebben we gezien. En uh, ook het uh, surfboard van Tesla hebben we eerder voorbij zien komen. Uh, dus dat is. Laat ik dit trouwens even terugdoen. Iets minder fel. Um, gewoon af en toe van die gelimiteerde producten. Eigenlijk gewoon een beetje het Tesla merk. Uh, ja, wat. Wat weer onder de aandacht te krijgen. Want Tesla heeft niks uit aan marketing. Maar op deze manier heeft toch weer iedereen het over Tesla. En zoals gezegd, helaas niet in Nederland verkrijgbaar. Mocht nou trouwens een van jullie een uh, van deze flessen toch weten te bemachtigen. Um, en heb je interesse om er een te verkopen. Laat dat dan zeker weten aan mij. Mij lijkt het leuk om in ieder geval zo'n fles te hebben. Bijvoorbeeld op de achtergrond van mijn video's als decor of zo. En zeker omdat ik. Ja, groot aandeelhouder wil ik niet zeggen, maar een groot gedeelte van mijn posities, van mijn beleggingen, zit in Tesla. Dus daar alleen om, lijkt het me al leuk om in ieder geval um, dat, dus um, eventueel als een fles te hebben. Dus mocht je er een hebben, wil je hem verkopen? Laat me dat dan weten. En dan komen we uit bij het volgende onderwerp, en dat zijn de presidentsverkiezingen. En zoals we op deze kaart zien staan, deze kaart staat al vrij lang zo. Misschien wel de meest bekeken landkaart. Laten we het even noemen. De afgelopen week van Amerika. Biden met 264 uh, kiesmannen. Trump nog steeds op 214. En het is gewoon heel erg spannend. Want wint Biden nog één van bijvoorbeeld uh, deze staat, Nevada, of waar het nu heel veel over gaat, Georgia, dan heeft hij genoeg kiesmannen en is hij dus president. Kijken we even dan naar het laatste nieuws. En dan vernieuwen we hier meteen er even... Um, zo zien we dat eigenlijk hier meteen de BBC... maar ook steeds meer andere uh, ja, nieuwskanalen, uh, tv-zenders... hebben de, de, de uitspraken van Trump zeg maar afgekapt tijdens zijn laatste, tijdens zijn laatste speech. Juist omdat hij steeds meer erop aan, uh, aandringt dat het allemaal fout is, nep is. Uh, er wordt gefraudeerd, terwijl dat eigenlijk helemaal niet onderbouwd wordt. En dat is denk ik ook een heel kwalijke zaak... dat de grootste, het machtigste land, de grootste democratie... ...de wereld, dat hij waar hij altijd riep van nepnieuws... ...dat hij dan eigenlijk dat zelf nu een beetje doet... ...puur om ervoor te zorgen dat hij dus ja, opnieuw herkozen wordt. Zagen we eerder dat Trump in heel veel staten nog voorliep. Inmiddels wordt hij wordt ingehaald, vaak door, uh, door Biden. Dat komt omdat Trump zelf heeft geroepen van... ...zorg ervoor dat, uh, ja, dat je niet via de post doet... ...maar juist kom stem op die dag zelf. Heel veel mensen willen dat niet... Um, vanuit veiligheid, vanuit gemak. Dus heel veel is via de post gedaan. En dat is iets wat Biden heeft opgeroepen. Dus alle dingen die nu worden geteld, dat zijn die poststemmen. Zeg maar. En daardoor komt Biden dus vaak ook, ja, juist in de laatste tijd, klimt hij steeds verder of dichter bij Trump. Of haalt hij hem zelfs in heel veel staten inmiddels in. En dus lijkt het er steeds meer op dat Biden de nieuwe president van Amerika gaat worden. Wat dat voor impact heeft op de beurs, dat heb ik eerder deze week al in een video aangegeven. Uh, deze kant moet ik zeggen, hier zal ik een link plaatsen. Op zich op de korte termijn valt het vaak wel mee. Je kunt misschien 5, ooit zelfs 15% wel op korte termijn iets zien aan beurskoersen op de lange termijn maakt het vaak niet echt uit wie de president is, dan heeft het veel meer te maken met economische crisis en dat soort dingen. En uiteindelijk groeit eigenlijk tijdens bijna alle presidenten groeit uh, de e economie van Amerika zeker, maar ook de wereldeconomie. Alleen omdat Bush die twee, uh, twee crisissen meemaakte. Um, eigenlijk rond 11 september en de financiële crisis, daar kwam hij negatief uit. Eigenlijk alle andere presidenten, zeker in de laatste 20, 25 jaar, groeit de economie gewoon dus. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dat vertel ik ook in die video. Iets meer onderbouwd, iets meer voorbeelden. Um, Komt Biden nu aan de macht, wordt hij president, dan zul je natuurlijk gaan zien dat groene aandelen uh, het waarschijnlijk heel erg goed gaan doen. Biden zet echt in op een nieuwe economie. Hij wil juist weer iets voor het milieu gaan doen, terwijl Trump dat juist helemaal niet wil. Hij wil trouwens ook de belastingvoordelen of de belastingverlagingen van Trump weer terugdraaien. Dat kan natuurlijk een impact gaan hebben. Zal waarschijnlijk ook wel een impact gaan hebben op de beurs. Want bedrijven moeten dan vaak 7% meer belasting weer gaan betalen. Dat is verlaagd van 28 naar 21%. Dus dat gaat ten koste van de winst die naar aandeelhouders gaat. Dus wordt in principe een bedrijf minder interessant. Aan de andere kant, als die belastingen worden gebruikt om juist de mensen in het land te helpen, om de economie te helpen. Uh, gaat misschien daar de koopkracht wel op vooruit? Wordt er meer uitgegeven? Is ook weer goed voor het bedrijf. Dus daarom zijn dit soort impacten vaak op de korte termijn. En wel te zien op de lange termijn een stuk minder. Laten we dan ook doorgaan naar het laatste onderdeel van deze video. En dat is de bankrekening bij de Giro. Want eerder dit jaar werd de Giro, of misschien is het zelfs eind vorig jaar, werd de Giro overgenomen door FlatX voor 250 miljoen euro. Op zich merken we daar als klant zijnde niets van, bijna niets. Maar nu zien we dus wel eens een verandering. Uh, ze gaan het geld aanhouden op een geldrekening. Dat wordt nu een beetje, als je inlogt, zie je dat zie je die melding verschijnen. Moet je dus eigenlijk uh, even wat vragen beantwoorden. Even mee akkoord gaan. Um, het is eigenlijk heel erg makkelijk. Zoals gezegd, als je het inlogt, wordt het vanzelf gesteld. En je moet het ergens voor 11 januari geloof ik. Moet je in ieder geval af hebben gerond. Het grote verschil zit dan eigenlijk in de, in de structuur, hoe jouw geld dat je niet in aandeel hebt zitten, hoe dat wordt beheerd, waar dat wordt gestald. De Giro is een beleggingsinstelling. Um, dat wil zeggen, ze zijn geen bank en mogen dus ook geen contant geld aanhouden. In het verleden, of zelfs nu nog, als je dat niet hebt, die rekening niet hebt, wordt dat in een geldmarktfonds gestopt. Dat is eigenlijk gewoon een fonds met de, met de doelstelling om zo min mogelijk in koers te veranderen, zoveel mogelijk zekerheid te geven. En dat is dus eigenlijk een beetje richting een bankrekening... alleen dan toch in de vorm van aandelen... omdat ze dat wel mogen doen. En het geld dat je dus nog niet in aandelen hebt zitten... maar wel al bij de Giro hebt gezet... dat wordt in zo'n fonds aangehouden. FedEx, um, degene die de Giro heeft overgenomen... dat is wel een bank. En zij hebben dus wel de mogelijkheid om een bankrekening uit te geven, dat is dus nu eigenlijk ook wat er gaat gebeuren. In plaats van het geld, maar ga je in de toekomst een bankrekening uh, daar je geld stallen. Moet je dus wel even toestemming geven dat er een eentje wordt aangemaakt en dat het vanaf nu dus uh, op die manier jouw geld wordt beheerd. Dat wil eigenlijk zeggen, stort jij geld... dan komt dat op je eigen bankrekening van de Giro of Flatex te staan. Het voordeel daarvan is dat je te maken hebt met het Duitse depositogarantiestelsel. Oftewel, je hebt een zekerheid tot 100.000 euro op die bankrekening... En we hebben wel te maken met een negatieve rente. Hadden we trouwens ook al bij het geldmarktfonds. Maar bij die rekening wordt dat binnenkort dus wel gewoon nog vergoed. Terwijl bij de oude situatie dat niet meer wordt vergoed. En dat heeft eigenlijk alleen zin voor bedragen boven de 2500 euro. Dus zorg gewoon dat eigenlijk voordat je uh, zo min mogelijk geld daarop staan. Of als je aankopen gaat doen van meer dan 2500 euro. Dat je dan via Ideal het geld stort. En eigenlijk meteen je aandelen koopt. Dan heb je ook niet te maken, in ieder geval niet zo lang te maken met die negatieve rente. Um, het kost je niet heel veel tijd. Waarschijnlijk vijf minuten om dit te regelen. Lees het gewoon even rustig door. Met een paar kliks ben je klaar. En dan kun je ook gewoon volgend jaar weer beleggen bij de Giro. Uh, waarom ik de Giro aanraad um, en zelf gebruik. Ja, dat vind je op mijn website onder andere terug. Ik zal trouwens een link naar de Giro onder deze video plaatsen. Evenals een link naar deze pagina met uitleg waarom ik dat vind. En dan ook een video over de Giro. Mocht je dus klant willen worden bij de Giro, maak dan gebruik van die link onder de video. Dan help je ook het kanaal nog een beetje. En um, geef ik je genoeg informatie wat de voordelen zijn van beleggen bij de Giro. En daarmee zijn we aan het einde komen van deze video. Ik zou zeggen, proost en een fijn weekend. Ten eerste natuurlijk weer bedankt voor het kijken. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerp ik vaker moet behandelen. Kan ik meer van dit soort video's maken. Maar vooral, je helpt het YouTube kanaal. Want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week drie video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen. Of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen en dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.